Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe bruidsvlog. Het is vandaag de dag dat ik voor de allerlaatste keer in mijn badje ga. Ik ga het missen, want in mijn nieuw huis, in ons nieuw huis, gaan we geen bad hebben. Dat is spijtig, maar ja, oké. Dan ga ik er nu nog maar eens goed van genieten. Get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? Come through and ask me out tonight. Call me, I'm waiting on the other line. Hallo iedereen, het is ondertussen de dag nadat ik mijn badje heb genomen. Ik ben vandaag gaan sporten deze morgen vroeg en dan heb ik de hele dag gebabysit op Bente en Torbe. Allee, babysit. Hoe noem je dat? Kindersit. Want dat zijn geen baby's meer. En voor de rest heb ik eigenlijk nog niks verhuisd vandaag. Maar ik ben ondertussen bij My Man. Amai, mijn kop ziet er dik uit, hè. Ik heb ook wel eigenlijk een grote kop. Ja, ik moet wel zeggen, uw bed is te groot voor mij. Hè? Ja, ik weet het. Dat betekent gewoon dat ik veel meer hersenen heb. Bam! We hebben trouwens twee brieven aangekregen. Allebei op Niels zijn adres, zijn huidige adres. Eén is voor mij en één is voor Niels. Wilt je uw open doen? Alsjeblieft. Ik ben benieuwd wat erin zit. Ik weet het eigenlijk allemaal. Oh. Belfius! Oh, een rode! Woehoe! We hebben een rode kaart. Oh, dat is mooi, hè? Oh ja, heb je al ons IBAN-nummer de laatste twee cijfers gezien? De laatste twee cijfers van ons IBAN-nummer, van ons rekeningnummer, zijn 69. So what's up, love crew? Hij ziet hier, dat zit zo een blinky touchje in. Ja, blinky touchje. Oh ja, glitter. Mooi. Onze eerste gezamenlijke kaarten, hè, schoolkes. Op veel geld dat op onze kaart mag komen. Oké, we moeten dat blijkbaar activeren via sms. Ontvang uw geheime code. Bij vragen... Ah. Hoe, wat? Je krijgt een code via sms. Stuur een sms naar. Gaan we dezelfde code kiezen? Ja, maar je krijgt een code. Ja, maar dan kun je dat toch aanpassen aan het machine? Ja? Ah, ja. Gaan we dan dezelfde code nemen of allebei een ander? Gaat dat, hoor. We kunnen dezelfde pakken. Ja, Celina en ik hebben bijvoorbeeld bij de zaak, op onze zaakkaarten van Totally Too, allebei dezelfde code. Welke? Dat zeg ik niet. Ik heb bericht al gekregen. Ik ook. En wat moeten we daar nu mee doen? Is dat nu onze pincode? Ja. Laat ik u eens zien. Oké, zoals beloofd op Instagram gaan we jullie een sneak peek laten zien van ons huis. Ik ga hier de foto's toevoegen en dan kunnen jullie het zien. De eerste foto is een foto, een close-up foto van onze gevel. Daarmee gaan jullie niet weten waar we wonen. Dus dat is goed. Maar dit is onze gevel. Dus zoals je kunt zien hebben we zwarte ramen, zwarte deuren. Zwarte garagepoort en bakstenen. En dan de volgende foto is een foto van de living. Allee, een klein stukje van de living maar. Met de trap die naar het eerste verdiep gaat. En op deze foto is ook wel nog niet geverfd of zo. Maar dat is ondertussen wel al. En dan kun je ook onze tegel zien. En we hebben twee verdiepen. Dus we hebben gelijkvloers, het eerste verdiep en het tweede verdiep.
En dan heb ik een foto van de tuin, die je een beetje kunt zien. Dus dit is eigenlijk zo living voor een deel en een deel waar de keuken komt te staan. En dan zie je uit op onze tuin. Eetkamer eigenlijk, hè? Ja, eetkamer. Ja, eetkamer en keuken. Ja. En dan heb ik niet echt nog foto's. Dus voor de rest zullen jullie moeten wachten tot de eerste vlog van onze home tour. Als ons huis leeg is. Amai, ik zie eruit. Ik schaam me echt. Ik heb mijn werk-t-shirt nog aan. Ja. Misschien wel klaarmaken voor elke geel. Uw kop ziet er oké uit. Een woord, een belofte. Ik zal jullie trouwens Niels zijn appartement eens laten zien, want hij heeft al heel veel leeg gemaakt. Oké, we hebben besloten dat we een appartement tour gaan doen van Niels zijn appartement. Er is momenteel wel redelijk wat rommel, dozen en ja, we zitten midden in een verhuis. Dus daarom, maar dan kunnen jullie toch eens zien hoe het er hier uitzag. Oké, hier kom je de trappen op van de voordeur. Hier zijn trouwens maar twee appartementen, dus, en hieronder woont niemand. En dan heb je hier de deur, dan kom je binnen. Dan zie je de mooie tafel en de bank die meegaan naar ons huis. En een mooie mat die ook meegaat naar ons huis. Deze kast stond daar niet, die stond in de berging, maar die staat nu even hier. En dan links hebben we de keuken. Wel echt een hele mooie keuken. Ik ben niet zo'n grote fan van het tablet. Ik zou er nog wel mee kunnen leven, maar wat we nu gaan hebben, vind ik wel mooier. Nee? Dat is waar. Ja, maar ik vind dit ook wel mooi. Het is wel een mooie keuken. Het is wel echt een, zeker voor een appartement, een mooie grote keuken. Ik vind ook zo... Van die lampjes. Van wat? Ja, ik wou net zeggen, die lampjes bij de dampkap vond ik wel heel mooi. Want wij... Ik weet niet of we dat gaan hebben, zo schatje, maar we zullen zien. Maar wat wel tof is, als je s'avonds bijvoorbeeld je lichten uit doet, dan is dat wel een mooie sfeerverlichting. Dus dit is de keuken. Ziet er zo uit. Ja, niet letten op het halve eten en zo wat er nog op staat. Dit is gewoon live. As it is. En dan kijken we van de ramen zo deze kant uit. Hier de wasbak, afwasmachine. Hier staan dozen die Niels heeft ingepakt. En dit is ook nog allemaal kast. Dus dat is wel fijn. Het is geen eiland om aan te zitten. Maar je hebt wel kastruimte. En dat gaan wij nu ook hebben, hè? Yes. En als je dan... Wacht, hier ben je dus de deuren binnengekomen. Dan is hier de keuken. En als je dan draait... Heb je hier het toilet. Dat is een apart toilet beneden. En hier is de berging. Ja, spreekt voor zich. Dat is een berging. En dan hebben we hier Niels zijn bureau, waar Niels FIFA speelt. De zetel. Heel veel vragen van waar komt uw zetel? Overstok, hè? Overstok home, hè? Ja, spreekt voor zich. Ja, ja oké. Okay. Dus die is nog altijd te verkrijgen ook, hè? Ja. Want velen vroegen als we deze te koop gaan zetten, aangezien we nu hebben gekocht. Maar nee, deze gaat mee met ons, maar die gaat boven staan op de man cave. Ja, Niels krijgt de man cave. Dan hebben we hier de poef en salontafeltjes, tv-kast. Dus zo, en dan hebben we hier het terras, wat ook al helemaal leeg is. Ook wel heel fijn, want daar staat gewoon Niels zijn auto. En voor de rest is hier eigenlijk niet echt inkijk, dus dat is wel tof. En hier stond de fiets, maar die is ook al weg. En dan gaan we eigenlijk hier naar boven. En ja, dit is eigenlijk een duplex dus. Hier liggen de kussens van de lounge set. En als je recht boven komt, heb je de dressing. Niels zijn dressing. Wat ook niet meegaat. Allee, de kleren natuurlijk wel, maar de dressing blijft hier. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd, maar Niels zijn beste vriend komt hier wonen met zijn vriendin. Dus die hebben de dressing overgenomen. Wat hier wel ook echt perfect past. En dan, als we hier rechts gaan, hebben we de badkamer.
Met een hele grote inloopdouche. Echt wel een fijne douche, moet ik zeggen. Het is echt groot en echt wel ja, aangenaam om hier te douchen. Het toilet, wasmand, rek met de handdoeken en een dubbele lavabo. Zo ziet het er zo uit. Hey. En dan de deur naast de dressing nog is de slaapkamer. Dus dat is de slaapkamer. Dit bed gaat ook mee en die kasten ook. En dat gaat ook allemaal in de logeerkamer staan. We gaan mijn bed nemen. Maar dit gaat wel mee. We gaan wel deze matras nemen. Want er slaapt Niels beter op. Maar dit gaat dus ook allemaal mee. Maar dat gaat in de logeerkamer slapen. Staan. En dan heb je hier een tv. En kastjes. Dus ja, dit is het appartement van... Oei, het licht is hier nog aan. Van Niels. Echt wel een mooi appartement. Zeker ook vlakbij het centrum van Geel is wel echt top. Gaat je het missen? In het begin wel, denk ik, maar na een tijdje niet meer. Och, één dag. En dan besef je, ik woon samen met Alisa. Het beste uit mijn leven. Goedemorgen. Het is de volgende ochtend. Amai, mijn face. En het is mijn allerlaatste ochtend in Niels zijn appartement. Niels is werken, dus ik ben alleen. Maar ik ga ook direct vertrekken naar kantoor. Ik moet wat doordoen, want mijn wekker ging normaal om 7:45. En ineens werd ik wakker om 9:00. En ik weet niet als mijn wekker is gegaan en ik die heb afgeduwd of... geen idee. Alleszins, gelukkig werd ik wakker om 9:00. Maar dat betekent wel dat ik maar heel kort heb en snel moet doen. Maar oké. Ik heb iets rood op mijn buik, dat doet pijn. Maar oké, dat gaat wel lukken. Kijk om hier ja, voor de laatste keer te zijn, maar ik kwam hier wel heel graag, dus een heel mooi appartement, een heel fijn appartement, heel rustig. Dus ja, last time, hè? Bye bye appartementje. Ik ga hier ook deze vlog afsluiten. De volgende vlog die jullie gaan zien gaat normaal gezien onze lege house tour al zijn, als we erin zitten, denk ik. Of de vlog erna. Don't kill me als de volgende niet daar is. Maar normaal gezien wel. Dus ja. Spannend. Nog 2 dagen. Vandaag is het woensdag voor mij. En morgen niet, maar overmorgen krijgen we de sleutel. Yay! Oké, tot snel iedereen. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk, dus zeker thumbs up. Dan zie ik jullie snel weer.